Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik heb die auto niet gezien en toen werd mij gevraagd of ik een dynamo wilde plaatsen. Dan is 500 euro is een schappelijke normale prijs. Degene wat jij zegt is gewoon niet waar, dat klinkt klare leuk. Ik heb nog steeds geen vertrouwen of die auto die daar staat veilig is. Ik heb die is niet veilig. Maar de hele zaak neemt nu een hele rare wending. Nee, nou zit je echt te zwetsen. Ik mocht die auto niet veilig maken voor jou. Maar... Klaar. Ik vind dat Bastiaans malafiele autohandelaar is geworden en dat hij zich gedraagt als een bottenboer. Rudy in een klaploper en is bezig willens en wetens mij een oor aan te naaien. Dit gaat echt niet. Haak al de weg, joh. Ik ben onderweg naar het Brabantse Ter Heiden. Daar is de 51-jarige Rudy, de trotse eigenaar van een hele bijzondere auto. Namelijk een brandweerauto uit 1953. Zo'n 2 jaar geleden brengt hij zijn favoriete oldtimer naar de plaatselijke garage voor een paar kleine reparaties. Maar u raadt het al, daar gaat het mis. Want de garagehouder blijft maar komen met nieuwe rekeningen. En tot overmaat van ramp krijgt Rudy zijn brandweerauto niet terug. Dit is gewoon diep en diep triest. Ik kan niet zonder die auto. Ik kan mijn werk niet uitvoeren zonder die auto. En ja, ik wil gewoon mijn auto terug. Garagehouder Wim ziet het allemaal heel anders. Hij als doorgewinterde automonteur weet wel wat hier aan de hand is. Rudy, zegt hij, is typisch zo'n klant die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Maar dan ben je bij Wim aan het verkeerde adres. Als dit zo door blijft gaan, en dat duurt nog lang, dan verkoop ik die auto en dan heb ik er nog wat van terug. Inmiddels zit de zaak al een tijdje muurvast. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser als de brandweer naar Ter Heide komt om dit brandje te blussen. Kijk, dit, in dit blad staat mijn auto. En dat is nog het enige tastbare wat ik heb van die auto. Ik heb de oldtimer gekocht voor mijn klussendienst. En de auto staat nu 2 jaar bij een garage achter het hek. En ik krijg de auto niet terug. De auto staat er nu al 2 jaar en de rekeningen worden alleen maar hoger. Dit is nu de hoop ellende waar alles om draait. Hij verwacht dat ik dit voor een appel en een ei goed kan maken. Maar dat gaat niet lukken. De auto is ter reparatie aangeboden voor het bedrag van 500 euro. En als ik het totale plaatje bij elkaar optel, zou ik eigenlijk 3000 euro moeten betalen om de auto weer rijdend terug te krijgen. En dan is nog maar de vraag, doet hij het? Liegt hij? Ja, hij liegt dat die afspraak voor alle reparaties zou zijn voor 500 euro. Dat is niet waar. Hij heeft bij mij nog een fikse rekening te betalen. En ik vind dat gewoon kloten. Dat hij dat nog niet gedaan heeft bij mij. Ik ben opgelicht en ik wil gewoon mijn auto terug. Zo, daar zijn we dan, in het mooie Ter Heide. Voor een bijzondere zaak met een brandweerauto in de hoofdrol dus. Het is natuurlijk best een beetje vreemd. Hè? Je wordt smoorverliefd op zo'n oldtimer. Je brengt hem naar de garage. Harde knip. 2 jaar later staat hij nog steeds bij de garage. Dus daar is iets geks gebeurd. Wat precies, dat gaan we vandaag onderzoeken. Nou, zo te zien heeft Rudy een hele collectie. Ik ga eerst bij Rudy een kopje koffie doen. Want die heeft tenslotte de brandbrief aan meester Visser gestuurd. Ja, je weet wat ze zeggen hè, van die brandweergekken. Die steken vaak zelf ook. Goedemorgen. Hoi. Victor. Ik ben Rudy. Brandweerfan. Ja, ja. Grote brandweerfan. Nou, Victor, brand. Dat ben ik hoor, jongen. Ik kom met je kletsen over de ellende met de garagehouder. Nou, zie ik daar ook een modelletje staan. Zullen we daar even naartoe lopen? Ja, is een goed idee. Wat nu bij de garage staat, is dat iets dergelijks? Nee, die andere die is wel wat groter. Oké. Okay. En dit is het gewone F4 modelletje. Een Renaultje 4, hè? Ja, geweldig, hè? Ja. Ja, ik zie ook gelijk wel dat er iets gebeurt bij je. Als je dit is charme. Dit is no-nonsere. Ja, doe maar even open, hoor. Maar kijk nou. Weet je, het is gewoon...
Je hebt ook gewoon... Ik ben bereikbaar, ja, ja. Maar rijdt hij ook nog? Hij rijdt ook nog. Maar, dus we zouden er een stukje mee kunnen rijden? Dat zou technisch kunnen, ja. Maar, ik hoor een maar. De hoofdremcilinder is lek, dus ik kan een heel klein stukje met je rijden. Maar ik wil... Veiligheid voorop. Mijn vader die werkte vroeger in een garage. En die kwam elke dag thuis met een ander modelauto. En ja, je groeit daarin, je rijdt daarin mee. Je mag een proefritje meemaken. En ja, naarmate dat je meer te weten komt over oude auto's en over de bouwjaren... raak je eigenlijk besmet met het Alzheimer-virus. Nou zie ik hier staan Rudy's klussendienst. Wat ja, doe klopt. Je? Ik klus als de brandweer. Ik heb een klussendienst. Ja. En die andere brandweerauto, ja. Die had je ook in gebruik voor je bedrijf? Ja. Ja, dat is ook klus als de brandweer. Een brandweerauto roept bij heel veel mensen gewoon het gevoel op van je biedt hulp. Maar moet ik me dan ook zo voorstellen dat jij bij de mensen thuis komt in je outfit? Dat kwam ik in het begin wel. Toen ik nog geen bedrijfskleding had, had ik een jasje van de pompier had ik aan. Dat ligt in de auto. Ik had nog geen bedrijfskleding. Dus... Bijna niet te ver. Ja, ik trek hem aan. Hij is wel aan slijtage onderhevig en er zitten wel wat... gebruikssporen op, maar ik kwam inderdaad gewoon in een blauwe broek en in het pompierjasje kwam ik gewoon bij de klanten binnen. Maar mis je de wagen dan niet enorm nu? Ja, 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 ja. Stel dat mijn zoon naar Afrika vertrekt, dan mis ik mijn zoon ook. Dat eigenlijk is het gewoon heimwee. Ja. Ik heb de oldtimer gekocht voor mijn klussendienst en de auto staat nu 2 jaar bij een garage achter het hek. En dat doet toch wel wat met je. Want dan kun je een auto niet inzetten als reclameobject. Je kunt er niet mee naar een oldtimer-evenement. Je komt nergens meer. Grote vraag is natuurlijk, waarom is de bus niet hier, maar staat hij al 2 jaar daar? Ja, dat is een centenkwestie. Gaat over geld. Gaat echt over geld, ja. Ja. En dat wil ik je best uitleggen onder het genot van een kopje koffie. Graag. En een Brabants worstenbroodje. Och, you had me at worstenbroodje. Oké, nou, kom binnen. Twee jaar geleden, toen kreeg je dus pannen met de brandweerauto. Ja. Wat was er mis? Een kapotte dynamo. En de remmen waren kapot. En hoe ben je toen uiteindelijk terechtgekomen bij Wim? Ik had een aantal positieve geluiden gehoord van Wim, van reparaties. Dan ga je praten en van het een kwam het ander. Ik heb met de garagehouder de afspraak gemaakt dat hij de remmen zou maken en hij zou de dynamo plaatsen voor €500, inclusief btw en inclusief arbeidsloon. Jullie hebben elkaar een hand gegeven. Jij hebt die brandweerauto daar neergezet. Bij hem in goed vertrouwen laten staan. Binnen een maand had Wim de dynamo erin zitten. En kreeg ik een belletje van mevrouw Bastiaanse dat ik geld moest komen brengen. Oké, okay, zo zei ze het ook. Ja, het was niet vriendelijk. De telefoontjes die ik kreeg waren altijd onvriendelijk. Het ging niet over het inhoudelijk. Het ging alleen over je moet nu geld meebrengen, want je moet nu komen om te betalen. Niet over een uur, niet over een half uur. Je moet nu komen. Ja. Oké, okay, en toen? Toen ben ik daar naartoe gegaan. En ja. Bastiaanse liet vol trots zien dat de dynamo al in de auto zat. Maar dat de auto wel gevaarlijk was om nu al te laten rijden. En wat moest er nog aan gebeuren dan? Jij had het over de elektra die niet goed was. Oké, okay, dus hij had nog wat meer tijd nodig? Hij had meer tijd nodig. Ik heb gevraagd wat de hoogte van de rekening was. Ja, wat zeiden ze? Ze zeiden, nou, die is 641. Verrek, ouwe snoepert. Dit is ja. Echt niet normaal, hoor. Deze de visser komt straks open. Ja. Maar goed. Dit is niet normaal. Even focus. Ja, ik kreeg de rekening gepresenteerd van die €641. Oké. Okay. Dus ik schrok eigenlijk een beetje. Want jullie hadden toch 500 afgesproken? We hadden 500 afgesproken voor de remmen en de dynamo. Hoe dan ook, je hebt daar €640 betaald. Ik heb €640 betaald. En je kreeg geen auto mee? Ik kreeg geen auto mee, nee. Nee. Ik heb dan met mijn stomme kop betaald omdat ik het gevoel had gedwongen te worden om die betaling te maken. Omdat Bastiaanse tegen mij zei van, dan komt het allemaal goed. Maar het kwam niet goed. Jij bent met hem akkoord gegaan dat hij daar bleef staan. Ja. En dat hij nog wat werkzaamheden ging verrichten. Ja, buiten de remmen. Ik bedoel, ik nam aan dat de remmen al gemaakt waren. Dat was ook nog niet zo. Nee, een jaar later
heeft hij gemeend dat er een bedrag open stond van 800 euro, dik 800 euro. En het waren nog eens 800 euro bovenop die 640 euro. Dus je was al 1440 euro verder en nog steeds waren de remmen niet gerepareerd. Nee, sterker nog, de auto liep niet. Hij startte niet eens? Nee, hij startte niet eens. Ik heb 2 keer een peperdure rekening betaald voor mijn oldtimer. En ik heb mijn oldtimer nog steeds niet terug. En toen? Hij presenteerde mij nog een rekening van 1000 euro. Niet waar! En als ik dat bedrag had betaald, dan kreeg ik hem pas mee. En heb je die 1000 euro betaald? Nee, ik heb die 1000 euro niet betaald. Waarom niet? Dat voelt niet goed. Ik ben zo lang aan het lijntje gehouden over een onveilige auto. Hoe kan ik vertrouwen hebben in zijn verhaal? Alsof het niet gekker kan, heeft hij ook nog een deurwaarder op me afgestuurd. Of ik nog even de laatste factuur wil betalen. En als ik niet betaal, dan word ik in gebreken gesteld. Waar gaat het over? Jij weigert dus die 1000 euro te betalen. Ja, nog en steeds. Daarom krijg je je auto niet mee. Ik mag zelfs niet op zijn terrein komen. Ik mag zelfs niet naar mijn OU. Ik mag er eigenlijk nog niet eens aan voelen. Ik mag alleen op het terrein komen als ik geld heb betaald. Ja. Ja, sorry, daar krijg ik wel een brok van in mijn keel. Het is echt wel... Ik zie het, ja. Het is wel moeilijk om het is gewoon lastig. Het is zo barbaars wat iemand je flikt. Iemand gaat... Die pakt je gewoon waar dat je pakken kan. Het is een verdrietige zaak, Rudy. Ja. En ik zie ook dat het aan je vreet. Ja. Dus het wordt hoog tijd dat meester Visser eens komt kijken. Ja. Wat is jouw eis voor meester Visser? Ik wil de remmen en een dynamo gemonteerd zien voor 500 euro. Ja. En ik wil het bedrag wat ik heb betaald, wil ik eigenlijk terug. Het is mij duidelijk. Ik kom je zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Fijn. Bedankt voor de worstenbroodjes. Hè? Lief. En dan zie ik je zo. Ja, tot zo. Tot zo. Nou, het is me inmiddels wel duidelijk geworden dat Rudy bijna aan de zaak onderdoor gaat. Je kan zeggen, we hebben het gewoon over een brandweerauto, maar voor hem is die brandweerauto heel erg belangrijk. Hij heeft het echt over heimwee en over zijn kind. Hij zegt ook dat Wim eigenlijk gewoon een ordinaire oplichter is, omdat hij niet te vertrouwen is. Ik ben benieuwd naar zijn kant van het verhaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed volk. Dat weet ik. Mooi bakkie. Mooi bakje, hè? Hi. Victor. Wim. Ja, je weet waarvoor ik kom, hè? Ik kom voor de ellende, kunnen we gerust zeggen, met Rudy. Dat begint het nou te worden voor mij, ja. Ja. Nou, ja. Volgens mij speelt het al ruim 2 jaar. Ja, maar daar heb ik niet zo'n ellende van gehad. Alleen dat hij in de weg stond, die auto. Maar, ja. Zullen we eerst eens gaan bekijken? Ja, oké. Okay. Kijk aan. Dat is hem. Dat is hem. Ja, je moet je voorstellen, Wim. Ik heb er al een heleboel over gehoord. Ja, maar ik heb hem nog niet gezien. Nou, dit is hem. De Saint-Tropez. Ja. Inmiddels ruim 2 jaar geleden kwam Rudy jou deze auto brengen. Ja. En toen maakten jullie een afspraak. Ja. Vertel mij eens wat in jouw ogen die afspraak was. Afspraak was, hij kwam er bij mij alleen voor het plaatsen van een dynamo. Alleen een dynamo? Ja. En ik mocht voor die dynamo opbouwen en het aanpassen van de bedrading voor die dynamo mocht ik niet hoger gaan dan 500 euro. Nou, het probleem is dat ik deze auto moet maken voor een appel en een ei. En dat hij een goede auto terugkrijgt. En dat kan niet. Maar die eerste rekening, die is uiteindelijk 640 euro geworden. Nee, 500 euro. Niet meer. Zoals afgesproken. Maar hij zegt dat het 640 euro was. Ja, dat kan goed zijn, maar dat zijn reparaties aan de auto van zijn vrouw. En die moest ik op deze auto zetten, want dan kon hij ze, afschrijven. En daar heb ik dan... Oh, een beetje sjoemelen. Juist. Maar ik wist dat hij daarmee zou komen toen dit ging spelen. Oké, dus eigenlijk loopt dat allemaal door elkaar. Ja. Steen. En is er ook gesproken over remmen voor die 500 euro? Nee, nooit. Er is pas gesproken over remmen toen ik hem erop attent maakte dat die remmen niet deugden. Er zaten totaal geen remmen op. Helemaal niet? Helemaal niet. Toen heb ik Rudy gebeld en gezegd van Rudy, kom eens langs, want de remmen, daar deugde ook niks van. Toen is Rudy geweest en toen zei hij van ja, maar dat kan niet, want die zijn altijd goed geweest.
heb ik tegen Rudy gezegd, als jij die auto op kan halen, schrijf ik op de factuur dat die remmen niet werkten. En dat jij die op eigen risico meeneemt, deze auto. Heeft hij toen ook tegen jou gezegd, ik wil hem eigenlijk graag nu meenemen? Nee, want hij kon hem niet meenemen, want hij liep niet. En waarom liep hij niet? Ja, omdat er met die bedrading van alles niet in orde was. Oké, dat was nog niet gefixt? Nee, maar... Voor het eerste bedrag? Nee, wij hebben... Laat ik het zo zeggen dat de bedrading in orde is gemaakt wat verband hield met de dynamo. Maar deze auto die loopt op gas. Ja. En dat was elektrisch zo aangesloten dat het gewoon een rijdende bom was. Als in gewoon levensgevaarlijk? Ja, was gewoon levensgevaarlijk. Die auto is gewoon rijp voor de sloop. Een RVDS noemen wij dat. Een RVDS, rijp voor de sloop. Volgens Wim was de brandweerauto een rijdende bom. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Er zat een gastank in die door een gasspecialist notabene is gemonteerd met alles erop en eraan, veilig verklaard. Ik heb daar een jaar mee gereden, totdat de dynamo het begaf. En als die dynamo het niet had begeven, had ik nu nog steeds rondgereden in die rijdende bom. Nou goed, we zijn inmiddels 2 rekeningen verder. Ja. En jij zegt, ik krijg nog 1.000 euro van je. Ja, en dat is voor de wielagers te zetten. Dat is voor mijn draaiwerk wat ik eraan heb moeten doen. Daar is dat allemaal voor. Kijk, hij heeft bij mij hier nog een rekening openstaan van 1.000 euro. En ik vind dat gewoon schandalig dat hij die aan mij nog niet betaald heeft. Ik vind dat kloten. Ik geloof dat het een normale zaak van de wereld is dat wanneer iemand gewerkt heeft voor jou, in overleg met jou er alles aan gedaan hebt en dat je dan ook de rekeningen betaalt. Ik vind het wel een heel zuur verhaal, Wim, want toen ik net bij Rudy was, zag ik wel de liefde voor die auto in zijn ogen. Helemaal niks. Mijn rug op, dat kan hij helemaal niet. Nou, weet je dat wel zeker? Want hij heeft echt heimwee naar die auto. Ach, dat is allemaal... Dat is nou toneelspelen. Want als hij heimwee naar die auto had gehad, dan had hij hier al lang bij mij geweest om te vragen van Wim, kunnen we niet iets regelen? Maar dat doet hij niet. In mijn oogpunt is Rudy een klaploper. En is hij bezig willens en wetens mij een oor aan te naaien. Waarom doet hij dit? Ik denk dat het is omdat hij geen cent te maken heeft. Hoe weet je dat? Omdat hij dit... Hij is voor meerdere zaken al veroordeeld. En die kan hij ook niet nakomen. Oké. We hebben te maken met een wanbetaler, zeg jij dan? Juist. Oké. Ik heb op mijn eerste rekening ook bijna een jaar moeten wachten, hè? Als dit zo door blijft gaan, en dat duurt nog lang, dan verkoop ik die auto en dan heb ik er nog wat van terug. Want ik krijg er nooit geen 1.000 euro van. Nou goed, we gaan proberen vandaag de zaak op te lossen. Rudy heeft als eis dat hij maximaal 500 euro betaalt en dat hij de rest van het geld terugkrijgt. En dat hij zijn brandweerauto terugkrijgt. Nee. Heb jij ook een eis? Ik heb als eis dat hij gewoon zijn rekening betaalt. En dan die auto weer... dan zet ik de auto aan de overkant en dan kan je hem opkomen hangen. Het is mij duidelijk. Dank je wel. Goed. Rustig aan, even een glaasje water. Zie ik je straks. Oké. Oké, man. Hoi. Hoi. Ik moet eerlijk toegeven dat ik een spoor een beetje bijster ben in deze zaak. Want de verhalen en de bedragen die Rudy en Wim mij allebei vertellen, die liggen zo ver uiteen dat ik eigenlijk geen idee meer heb wie hier nou de waarheid spreekt. Feit is wel dat Rudy over de auto spreekt als over zijn kind. He, voor hem is de brandweerauto heilig. Terwijl Wim zegt, joh, breng dat wrak vandaag naar de sloop, dan zijn we er vanaf. Goed, ik ben weer blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een echte autodeskundige meegenomen. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Ik heb met beide partijen afgesproken, waar anders dan bij de brandweerauto. Kijk, Rudy, fijn dat je er bent, man. Ja. Ik ga je meenemen. Ja. Dan ga ik je herenigen met je brandweerauto. Met mijn brandweerauto, ja. Hij gaat te ver, hè? Wat bedoel je? Ik hoef hem niet toe te laten hier, hè? Vind je dat onprettig? Ja. Iemand die ik niet vertrouw, buiten de deur. Maar dan moet jij ook even mee buiten de deur. Want ik wil wel met jullie samen kletsen. Ja. Sorry, Rudy. Ja. Ik wil die man helemaal niet bij mij in mijn buurt hebben. Ten het liefste zou ik hem bovenop zijn bek slaan, maar... Ze hebben mij gevraagd om mij toch een klein beetje te beheersen als het enigszins kan. Is het zo erg, Wim? Ja, bij mij wel. Dat je dat niet? Nu is het bij mij zo erg. Ja. Ik wilde nog vragen, geef elkaar nog een hand. Ja, dat wil ik. Nee, ik pak niet een stront. Oké, nou goed, dat is duidelijke taal. Het is natuurlijk een hele tijd geleden sinds jij de brandweerauto van zo dichtbij gezien hebt. Ja.
En hij betekent veel voor je. Ja, heel veel. Hoe is dat? Het is jammer dat hij zo verwaarloosd hierbij staat. Er is met die auto niet heel erg netjes mee omgesprongen. Alles lag los en alles bungelde eraan. En daar kan ik niet mee omgaan. Laten we eens naar die eerste afspraak gaan. Mm. Jij kwam die auto hier brengen. Ja. Wat hebben jullie toen afgesproken voor die eerste 500 euro? Een wisselstroomdynamo bouwen. De wisselstroomdynamo inbouwen in de remmen. Voor 500 euro. Nee. En u zei nog tegen mij, jongen, ik hou voet bij stuk, jongen. Want dit is precies de afspraak zoals wij die volgen. Het is één grote brok leugen, wat iemand staat te vertellen. Wat denk jij dat er aan de hand is? Ik denk dat hij je nog een nagel zet om zijn reet te krabbelen en dat hij gewoon zijn rekeningen niet kan betalen. Is dat klaar. Zo? Ik wil er niet op ingaan, bedoel, dat is... Nee. Ik wil gewoon dat meneer gewoon zijn afspraak nakomt. Maar jij ook. En niet Jan Waan. Nee, maar luister meneer Bastiaans. Niet meneer tegen mij, want dat waardeer ik helemaal niet van jou. Als hij meneer tegen mij staat te vertellen, dan heb ik het gevoel... Hij staat mijn zakken vol te zaken. Nee, hij meent er geen flikker van. Ja, hoe moet ik je dan noemen? Ja, ik ga ook niet van stront roepen. Dat vind ik ook niet. Dat is het dorp niet waardig. En dan ben je het ook niet waardig. Dorp niet waardig. Jongen, alsjeblieft. Ik heb hier al wel een hekel aan. Dat je tegen mij staat te praten. Zo ben ik jouw beu nou. Ik heb veel liever dat iemand tegen mij zegt, ik vind jou een klootzak. Maar zo en zo is het geval. Maar mijn vader heeft dat vroeger altijd gezegd, je wordt door een strontkar overheen, nooit door een gouden koets. En dat blijkt dus in dit geval ook weer zo te zijn. Als ze mij niet onrecht zouden aandoen, zou ik als een riek zijn. En dat doen ze mij niet. Ik ben ook als een riek. Ah, ga dan weg, jongen. Toneelspelen. Toneelspel? Weet je hoe vaak dat ik hier al niet voor dat hek heb gestaan, dat ik denk van, waar heb je met mijn ogen uitgevreden? Ja, dat hebben wij gezien. Staat op camera. Ik kookte van binnen. Mijn handen bibberden. Mijn mond trilde. Maar wat moet je op zo'n moment tegen zo'n man zeggen? Jullie zeggen allebei van elkaar dat jullie een oplichter zijn. Voel me opgelicht. Ja. En jij hebt gezegd, hij is de oplichter. Ja. Als hij niet betaalt, heeft hij mijn opgelicht. Ben nou gewoon ondernemer en hou je gewoon aan de afspraak. Hou ik me ook aan de afspraak? Heren, meester Visser, goedemiddag. Mag ik u voorstellen dit is van de aan beide partijen? Ja. Dit is Rudy, de eigenaar van de brandweerauto. Wim Bastiaan. En dit is Wim, de garageman. Van het garagebedrijf. Ja. En er is een heleboel ellende, een heleboel onduidelijkheid over reparaties en betalingen. Dit is het corpus delicti. Ja. Zal ik in de buurt blijven om een klein beetje te assisteren? Te helpen, ja. Het was goed om meester Visser te zien. Er viel echt een last van mijn schouders. We hebben een klein probleempje. Want Wim wil niet dat Rudy op zijn terrein komt. Ja, maar dat moet nu even. Want anders dan telt dat allemaal niet. Dus we gaan hem even op de brug zetten. En daarna gaat hij terrein af. Hoef je hem nooit meer toe te laten, wat mij betreft. Oké? Okay? Nou, vind ik een goede deal. Ja. Ik wil hier ook nooit bekomen, dus... Het lijkt wel Noord- en Zuid-Korea. Ja, zo voelt het enorm. Deze stok. Kijk, dan ga ik nu over de grens. Ja. Ik had gehoopt dat het niet hoefde. Maar als het niet anders kan, ja, dan moet je ook water bij de wijn doen. Die moet op de brug. Ja. Dat is al nieuw. Ja, ik ga hem niet rijden. Nee? Victor. Ja. Nee. Maar is het nog steeds een rijdende tijdbom? Nog steeds. Maar waar hebben we het over? Over ontploffingsgevaar? Of, ook. Ook? De gasinstallatie is op een dusdanige manier ingebouwd. Ja. Ja, dat is niet veilig. Oké. Als het verkeerd gaat, hè? Ja. Wil je dan ook in Carré worden opgebaard? Of, Hou op, hoor. Nee, in de arena. In de arena. Dan is het in de arena. Goed. Ik doe het contact aan. Maar wat deed u net? De choke. Dat startte. Hij start. Hij start in één keer. Het geronk, het ruwe geluid. De auto. Hij leeft. Waar zit ze achteruit? Koppeling op laten komen. Het klinkt wel. Dat is vooruit. Ja, we moeten hem even naar de andere kant op. Ja. Ik denk dat Victor met een automaatje rijdt en dan heb je geen versnellingspook. Met als gevolg dat je dan probleempjes hebt met zo'n auto. Ik geef het op. Nou, kom maar. Nee, ja, Wim, hij heeft geen moer. Kom maar. Ik had graag met zo'n ding willen rijden als ik hem had geweest. Maar ja, je moet toch ook de capaciteit ervoor hebben, hè? Met de vlammende pijp. Hupsakee. Ik vond het rondje wat Wim reed, jezelf als een soort boquito laten zien. Van kijk, ik doe dit wel even, ik rij wel even het rondje. Dan voel je echt even heel min op dat moment.
Wat fijn dat u er weer bent. Goedemiddag. Ja. Deskundige vandaag. Wat gaan we doen? Ja, we gaan kijken of reparaties uitgevoerd zijn, welke dat zijn, of ze goed uitgevoerd zijn, voor zover dat mogelijk is uiteraard. Ik had gehoopt dat er een wat oudere man van een garage zou komen die wat meer kennis had van de wat oudere techniek. We zien hier wel allemaal leidingen van de gasinstallatie. Is dat vernieuwd? Nou, dit ziet er vrij recent uit, maar deze slang zit vol met barsten en scheuren. Ja. Dus daar mag je niet de weg op eigenlijk. Okay. Overigens hebben we hier nog zo'n gevalletje droog te scheuren. Oh, en wat krijgen we hiermee? Een klapband? Ik denk dat als het tijdens het rijden gebeurt, dat je vooral van de weg afvliegt. Ja. Ik vond het heel fijn dat er een deskundige aanwezig was. En gelukkig ook een echte deskundige. En die kan best wel een oordeel geven over hetgene wat wij gemaakt hebben. Ik kan zien dat een aantal dingen gedaan zijn, maar ik zie ook al een heel aantal dingen die nog wat aandacht kunnen gebruiken. Ja, dat wist ik. U kunt hem ook gelijk in het museum zetten. Nee, dat was niet de bedoeling. Mag ik hier iets van zeggen? Ja. U zegt dat dit uw kind is. Ja. Nou, dan gaat het daar verrekt te slecht mee om. Ja, weet je, dit is... Ja, weet je, ik vind iemand vreselijk in zijn gedrag. Ik denk dat we het beste over de zaak verder kunnen praten op de hoorzitting. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat de hele zaak muurvast zit en dat ook in beide heren absoluut geen beweging te krijgen is. En dat geldt trouwens ook voor die oude brandweerauto. Meester Visser en de deskundige hebben hem goed onderzocht en het is nu tijd voor de hoorzitting en daar horen we dan alle bevindingen. Ik ben heel benieuwd, het is volle bak. Ik heb er weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. Maar dat komt ook wel doordat je steeds minder vertrouwen krijgt in de medemens eigenlijk. Door zulke akkevietjes. Als ik verlies, maar daar ga ik niet van uit. Maar als ik verlies, dan zakt de grond inderdaad onder mijn voeten uit. Welkom, we zijn hier in Terheide. En aan de orde is de zaak tussen Rudy en Wim betreffende de voormalige brandweerbus, de oldtimer. Ja. Wanneer heeft u die auto gekocht? Als ik me niet vergis, 2014. Ja. En dan zie ik dat hij in 2016, dan komt u terecht bij een garage Geerts. Ja, hij zou de gasinstallatie verzorgen. Er is een rekening voor gekomen. Ja. En of u eventjes €1,198 wilde aftikken. Ja. Dus daar begon u al mee. Ja, dat en reed hij toen? Mee. Ja, toen reed hij. En dan in 2017 duikt u opeens op bij de volgende garage. Garage Van Gils. Ja, ik ben met de auto naar garage Van Gils gereden. Ja. En ik heb gevraagd van, ik heb een twijfelachtige dynamo. Kunnen jullie die vervangen? Maar dat ging niet goed. Nee, want de accu's waren leeg. Hij zei dat het niet goed ging. Nee, omdat de rem het niet deed. En toen bent u naar hem toe gelopen. Ja, uiteindelijk bleek, meneer Van Gils zei dat de remmen slecht waren. Oh, dus dat wist u wel toen. Dus dat wist ik. En toen ben ik bij meneer Bastiaanse geweest. En heb ik foto laten zien van, luister, dit is de auto. De remmen doen het niet. Ik kreeg ook het bedrag te horen via de club van, nou, het kost ons ongeveer €300. Dus als je dat bedrag in gedachten meeneemt, dan is een prijs van €500 inclusief zeg maar de dynamo, is een schappelijke normale prijs. Nee, degene wat jij zegt is gewoon niet waar. Dat klinkt klare leugen. Ja. Ik heb die auto niet gezien en toen werd mij gevraagd of ik het dynamo wilde plaatsen. Ja. En dat mocht niet meer kosten dan €500. Maar geen van u tweeën kan bewijzen wat er is afgesproken. Nee. €500? Ja, nee. Door het steeds te halen is geen bewijs. Ja. Heeft hij ook behaamd? €500? Ja, nee. Hij kan het niet bewijzen. U ook niet. Nee, dat is niks. Ik heb het niet bevestigd gezien. Maar dan hebben we dus helemaal geen bewezen prijs afspraak. Nee. Ik ga maar even naar de rekeningen toe. Ik zie hier een factuur van 18 mei 2017... voor een bedrag van €641,05. Waar is dat voor? Daar zit die €500. Ja. Plus een benzinepomp van een Renault. Nee, nou zit je echt te zwetsen. Die ben ik thuis bij jou opkomen al omdat je niet meer liep, jongen. Dat is een andere auto dus. Nee. Dat is een privéauto van mevrouw. Maar waarom staat dat er niet op dan? Omdat meneer die graag daarbij wilde hebben, dan kon je hem afschrijven. Nee, meneer Bastiaanse, nee, nu gaat u echt helemaal... Ja, zeker. We blijven even bij deze eerste rekening. Meneer Joep Schuurman, ja, de rekening waar ik nu over heb, die heeft u ook gezien. Ja. Kunnen dat de werkzaamheden zijn en de materialen voor het inbouwen van de dynamo? De materialen hebben we in ieder geval op de auto zien zitten. Ja. Werkzaamheden aan zich zijn niet gespecificeerd. Nee. Het is alleen een postarbeidsloon. Maar ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Dus u vindt het totaalbedrag wat meneer in rekening brengt niet onredelijk? Nee. Dan gaan we naar de rekening van 9 maart 2018. €826,42. Die heeft u zonder protest betaald. Nee, die heb ik wel met protest betaald. Want er is echt wel een heel lang stuk overheen gegaan, maar ik heb het uiteindelijk betaald. Ja, u hebt gelijk, die heb ik uiteindelijk betaald. Dat is raar, want volgens u had u al betaald, namelijk die rekening van €641. Ja, die had ik al betaald, ja. En waarom gaat u dan nog eens een keertje 826 ik had euro? Ik had via mijn rechtsbijstand had ik een overeenkomst gesloten met meneer Bastiaanse dat dit bedrag werd betaald. En dat meneer Bastiaanse dan werd gemaand om de auto in orde te brengen. En als de auto op 1 april niet gereed zou zijn, dan zou er een boeteclausule oprusten van €50 per dag als de auto later klaar was. En meneer Bastiaanse meldde de auto op 1 mei gereed. Dus staat er €30 × €50 aan boete open. Goed. Er zijn getuigen opgegeven. Dion Goos. Ja, de deurwaarder. Ja, waar ik in ieder geval nog even iets van wilde opmerken was, er stonden nog 2 facturen open. Eentje met 826 en eentje de laatste factuur van het arbeidsloon. Toen is de afspraak gemaakt, inderdaad, meneer zou de eerste factuur betalen. Dan zou vervolgens meneer Bastiaanse zorgen dat de motor liep. Zou meneer het komen inspecteren, zou de tweede factuur betaald worden. En dan zou de auto meegenomen worden. Dus u zegt dat is afgesproken dat meneer alles zou betalen. Maar dan zouden we hier voor niks zitten. In 2 termijnen. Maar nou neemt de hele zaak, ja, dank u wel hoor, neemt nu een hele rare wending. Want tot nu toe ben ik gewoon bezig te onderzoeken of die rekening van die €1000 nog moet worden betaald. Ja. En nu dringt pas tot me door dat u al had afgesproken dat u die rekening zou gaan betalen als die auto zou lopen. Als die auto gereed zou zijn, ja, op het afgesproken tijdstip. Dat hij dat niet was, daar was de boeteclausule voor. Omdat ik geen vertrouwen heb in meneer Bastiaanse. Ik heb nog steeds geen vertrouwen of die auto die daar staat veilig is. Ik heb die is niet veilig. Ik mocht hem niet veilig maken van jou. Want ik mag geen nieuwe remleidingen leggen. Ik mag Nee. Ik mocht die auto niet veilig maken van jou. Maar klaar. Maar nu spreekt u zelf weer tegen. Want u zegt ook als ik even mag zeggen. Ja. Want hamert u erop dat hij allemaal werkzaamheden doet waar u geen opdracht voor heeft gegeven. Maar nu verwijt hij hem dat die auto niet veilig is. Nee, ja, nou oké. Okay. Dat is een foutief punt. Ik geef het toe. Maar nu komt dit. Kijk, ik ben nog steeds om het in de minnen af te handelen met gesloten beurzen. Klaar. Ja, maar dat snapt u natuurlijk maar wel. Maar dat was al afgesproken, begrijp ik nu, dat u die €1000 ook nog zou betalen. En dat u dan de auto terug zou krijgen en mee weg zou rijden. Dat kan nu alsnog gebeuren. Maar als ik dan de boete, hè, dus die is opgelopen tot €1500, tot het gereed melden. Dus ik pak de boete van €1500 en ik haal daar die €1021 vanaf die ik nog moet betalen, zou er nog een bedrag van €500 openstaan dat meneer Bastiaanse aan van hem moet betalen. Maar dat is even logisch beredeneerd. Ik vind dat... Ik vind ja, zeker, maar dat is ook vrij normaal. Nee, maar dat is een gerechtelijke procedure. Ja, nou, dan sluit ik hier de hoorzitting. Nou ja, het zal wel duidelijk zijn dat het helemaal niet makkelijk is. Maar we sturen u niet met lege handen weg. Ik kom straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Heel fijn, dank u wel. Dank u hartelijk. Dit is gewoon diep en diep triest. Ik kan niet zonder die auto. Ik kan mijn werk niet uitvoeren zonder die auto. En ja, ik wil gewoon mijn auto terug. Hij liegt dat die afspraak voor alle reparaties zou zijn voor €500. Dat is niet waar. Nou jongen, ja. Dat zit erop. Ja. Hoe is het gegaan voor je gevoel? Ik denk dat ik me wel kranig heb geweerd. Zeker. Ik u verweer. Zeker. Wat nou als je die laatste €1000 nog wel gewoon moet betalen? Dan betaal ik die laatste €1000. Oh. Heb je die liggen? Nee, die heb ik niet liggen. Dus dan zal ik een betalingsregeling moeten treffen. Eén voordeel dan wel, dan heb je in ieder geval weer de brandweerauto terug. Dan heb ik de brandweerauto terug, ja. Kijk, hoe is het? Redelijk. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Kan ik een slag naar slag? Geen idee. Echt niet.
Ik weet nog helemaal niks. Ik ben geen rechter, Wim. Nog een paar minuten geduld en dan weet je waar je aan toe bent. Oké. Dames en heren, na een lange emotionele dag, waarop de vonken er af en toe vanaf spatten, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, moet Rudy die laatste 1000 euro ook nog aan Wim gaan betalen of niet? En wat gaat er dan gebeuren met de brandweerauto? Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan, want het is hoog tijd voor onze eigen oldtimer, die trouwens nog loopt als een naaimachientje. Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van Rudy tegen Wim. Tijdens de hoorzitting kwam plots naar voren dat de toenmalige juridische adviseurs van partijen namens hen een schikking hadden getroffen. Rudy zou eerst de factuur van €826,42 in twee termijnen betalen, waarna Wim de brandweerwagen rijdend zou maken, waarna Rudy de eindafrekening van 1021,09 zou betalen. Partijen zijn aan deze afspraak gebonden, omdat de factuur van €826,42 is betaald en de brandweerwagen vervolgens rijdend is gemaakt, moet Rudy die €1021,09 betalen. Het argument dat Rudy recht zou hebben op €1500 boete omdat Wim de auto te laat heeft gerepareerd, moet worden verworpen. Rudy kan immers in redelijkheid geen beroep doen op deze boeteclausule, omdat hij de factuur van €826,42 zelf maar liefst 11 maanden later heeft betaald dan was afgesproken. Maar goed, zelfs als Rudy om een of andere reden niet gebonden zou zijn aan deze schikkingsafspraak, dan nog zou hij de resterende €1021,09 moeten betalen. Ik zal dat uitleggen. Nu beide partijen de door hen gestelde prijsafspraak niet kunnen bewijzen, moet ik het er juridisch op houden dat geen bewijsbare prijsafspraak is gemaakt. In zo'n geval schrijft de wet voor dat de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd is voor de uitgevoerde werkzaamheden. De deskundige heeft laten weten dat de totaal in rekening gebrachte werkzaamheden redelijk geprijsd zijn. En daarin kan ik mij vinden. Dus ook via deze redenering moet Rudy betalen, waarna hij zijn brandweerwagen terugkrijgt. Slotsom is dus, Rudy moet €1021,09 betalen aan Wim. En pas daarna hoeft Wim de in deze procedure bedoelde brandweerwagen, zoals hij er nu bij staat, aan Rudy teruggeven. Ik zal daarbij bepalen dat Wim de brandweerwagen mag verkopen, als hij dat wil, en zijn vordering daarop verhalen, voor zover mogelijk, als Rudy niet binnen 3 maanden na vandaag heeft betaald. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Wim, van harte gefeliciteerd. Ja. Ja. Jammer dat het zo moest. Maar je krijgt 1000 euro. Hè, waar je voor gewerkt hebt. Juist, dat wil ik ook zeggen. Daar heb ik voor gewerkt. Rudy. Ja. Hard gelach voor jou. Ja. Maar ook wel fijn. Ik weet nu wat ik heb. Als ik de 1000 euro betaal, heb ik mijn auto terug. Ja. Je moet die 1000 euro binnen 3 maanden gaan betalen. Dat gaat ook gebeuren. Gaat dat lukken? Ja. Oké, dat is fijn. Ja. Dan heb jij je geliefde brandweerauto terug. Ja. Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Dat weet ik. Wil je er weer de weg mee op kunnen? Ja. Ja. Zit er tot slot, dat vraag ik elke aflevering, een hand in? Nee. Daar heb ik te veel voor afgezien de laatste week. Oké, dat gaan we niet meer doen. Ik wens jullie allebei goede handel in jullie eigen branche. En ik stel voor dat je met elkaar in ieder geval geen zaken meer doet. Nee. U allen bedankt voor het komen en nog een hele fijne avond. Dank jullie wel. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het een interessante zaak, maar ik vond hem ook lastig. Mm-hmm. Want het komt er dus eigenlijk op neer dat als je het niet goed zwart op wit vastlegt allemaal, dan kan je dat heel duur komen te staan. Zeker weten. Maar weet je, een garage, dat is ook een kwestie van vertrouwen.
Ja, begrijp ik. Zit u nou thuis te kijken en is uw vertrouwen ook volledig beschaamd? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Bedankt voor het kijken weer. Tot volgende week. Ja. Zeg, Victor, nou, wat ik me nou afvraag, hè? Ja? Word je nou vaak gepest met jouw naam? U bedoelt, daar heb je Victor Brandt weer. Mooi te brandtrainen. Nou, daar heb ik menig jochie voor op zijn bek geslagen. Oh, en u? Nou, ze noemden mij vroeger visser, broekenpisser. En sloeg u dan ook? Nee, ik werd altijd geslagen. Daar ben ik echter geworden.